naar de faculteit wiskunde in Gent en ik hoorde het muziekje doodoodood en daarna zei de stem: het nummer dat u gebeld hebt is imaginair. Het nummer dat u gebeld hebt is imaginair. Draai uw toestel 90 graden en probeer opnieuw. Goed, en dan gaan we nog afspraken met een burgimop. Dus ja, stel, je neemt een wiskundige, een fysicus en een burgerlijk ingenieur en je vraagt die om het draaimoment van een metalen schijf uit te rekenen. Hoe gaan die dat doen? Voor die wiskundige is dat zeer simpel, die gaat dat zuiver theoretisch doen. Die gaat kijken naar de diameter van die schijf, naar het soortelijk gewicht van die schijf, de dikte daarvan, en dan gaat die dat gewoon, die gaat zijn wiskundige formule voor een draaimoment van een schijf opschrijven en die gaat dat daarmee uitrekenen. Opgelost. De fysicus gaat dat iets praktischer doen. De fysicus die gaat die schijf nemen en eigenlijk een as door het midden van die schijf steken. Een as dat eigenlijk een wiel vormt. Dan hangt je twee draadjes op aan het plafond van de zaal of het laboratorium. En je hangt die draadjes, je lijmt die draadjes vast aan die twee assen. Dus dat wiel echt zo staat, met hier die as en hier die draadjes. Wat je dan doet is, je rolt dat draadje rond die as omhoog, tot het 1 meter hoger hangt dan waar het heen. En dan laat je het los, dat draadje zal afrollen. En als die schijf beneden is, zal die draaien. Wat je dan moet doen is de draaisnelheid van die schijf meten. Je weet door het gewicht van die schijf en die meterhoogte, weet je welke potentiële energie er geabsorbeerd is. Je weet hoe snel wat die schijf draait. En zo weet je dus welke energie er nodig is om aan die snelheid te komen. En heb je dus zeer praktisch een draaimoment nodig. Goed, maar hoe zal een burgerlijk ingenieur dat doen? Een burgerlijk ingenieur die zal ook die metalen schijf nemen, die zal op de zijkant kijken naar het serienummer en het draaimoment opzoeken op het internet.